Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van mij, FireCoreKiller J. Vandaag ga ik wat nieuws doen op mijn kanaal. Zoals je al kon zien aan de titel, wordt dit een soort van free roam serie. En de bedoeling vandaag is dat we een bepaald soort aantal bedrag. En dat is in eerste instantie dacht ik van, hey, 1 miljoen. Maar ja, dan ben je gewoon op weg naar 1 miljoen en dat is ook een beetje saai. Dus ik zat te denken, waarom doen we het niet gewoon anders? Ik wil heel graag namelijk een auto hebben. En ik heb op zich wel genoeg geld. Laten we eerst even naar de bank gaan. Even naar de bank. Money and Services. Mace Bank. En dan main menu. Deposit. No. Ik wil alles. Kom op. Deposit. Kom op. Doe het. Snel. Ja, oké, okay, top. 24.000. Yes. Oké. Okay. Nou. Het geld is nu gestort. Zoals je kunt zien heb ik nou $0. En ik wil dus 1 miljoen verdienen, want dan heb ik 3,5 miljoen uiteindelijk. En waarom ik dit wil doen, en dit zal in een aantal afleveringen zich afspelen. Ik mag zeg maar alleen dan in de singleplayer, of in de multiplayer, gewoon in de free roam mijn geld verdienen. Dus geen missies doen en zo, maar ik mag wel auto's stelen, bounties hunten, mensen killen, al die shit om geld te krijgen. En waarom ik dit dan wil doen is, even kijken, waar sta je? Travel and Transport, Legendary Motorsport. En dan wil ik uiteindelijk een van deze mooie auto's kopen. En ik denk deze. 1,9 miljoen kost die. De Pegassi Osiris. Die wil ik graag hebben. Alleen ik vind hem best wel duur. En als ik nu 1,9 miljoen uitspend aan die auto, heb ik nog maar 600k over. En natuurlijk is 600k ook nog superveel geld in deze game. Maar alsnog, ik vind die shit gewoon duur. Dus ik heb gedacht van, waarom doe ik niet een leuke serie op mijn kanaal? En ik hoop natuurlijk ook dat jullie hem leuk gaan vinden. Waarin ik dus in de, nou ja, zoals je nu kunt zien, gewoon in de free roam ga spelen. En een beetje ga free roam. En als ik dit aan het doen ben, mogen jullie gerust enjoyen en mij helpen en zo. Maar laten we eerst dus at the garage doen. Even een autootje pakken. En in deze serie dus zeg maar gewoon, ja, auto's gaan zoeken die veel geld waard zijn. Die gaan verkopen aan de Los Santos Customs. Achter bounties aangaan als mensen bounties op hun hoofd hebben. En dan gewoon aan het einde van de aflevering gewoon optellen hoeveel we hebben verdiend. En hoeveel we nog hebben te gaan. En ik denk dat dit wel een webserie wordt van een aflevering die of 15, denk ik, voordat je bij een miljoen zit. En dan ook nog best wel lange afleveringen, want ik hoop dat ik deze ook een beetje rond de 40 minuutjes kan krijgen. 30, 40 minuutjes. En dan gewoon op deze manier gewoon zoveel mogelijk geld proberen te verdienen. En vinden jullie dit nou leuk? Vergeet dan niet even een likeje op deze video te geven natuurlijk. En ik wil natuurlijk ook weer vragen om mij te volgen op Instagram, Twitter en Facebook. Als je geen Twitter of Facebook hebt, maakt dat natuurlijk helemaal niks uit. Maar heb je dat wel? Volg me dan even op. De linkjes staan in de beschrijving van deze video. En op die manier blijven jullie ook altijd op de hoogte met wat ik doe. Want ik heb, zoals ik in de video van gisteren heb gezegd, ook zeg maar een nieuw idee over de races. En wat ik dan precies wil gaan doen is gewoon ja, een races opnemen met crew, maar ook met jullie. En zodra ik die opnames ga doen, een uurtje van tevoren, gooi ik er dan een tweetje uit van, yo jongens, wie wil meedoen? Ik speel vandaag op de Xbox One of op de PC en ik ga een race opnemen. En heb je zin om mee te doen, stuur me dan even een berichtje op de Xbox of op Steam of whatever. Dus voeg me dan ook even toe op Steam en zo. Die linkjes kun je ook gewoon vinden in de beschrijving van deze video. En dan gaan wij nu op zoek naar een auto die er een beetje, ja, duur uitziet. Want dat is natuurlijk hoe we op de eerste manier ook een beetje geld kunnen gaan verdienen. En ik weet niet, hoeveel zou deze auto hier waard zijn? Is deze auto een beetje geld waard? We nemen hem gewoon mee en we gaan gewoon kijken of we hem überhaupt kunnen verkopen. Want dat is natuurlijk ook altijd nog maar weer de vraag of je zo'n auto kan verkopen. En we hebben op dit moment nog 0 euro. We moeten natuurlijk ook uitkijken, want dat is natuurlijk wel een beetje het probleem als je een free roam serie doet. Met de andere mensen die ook in de server zitten, want als je gekild wordt. Want ik doe ook gewoon, aan het einde van de aflevering mag ik geld op mijn bank zetten. Dat vind ik wel het leukst. En dat is even kijken hoor, waar, oh mijn god, ik ben nu echt een beetje schil bezig. Waar zit het dichtstbijzijnde PM-spray? Of PM-spray, dat is geen GTA 4 ding. Ik bedoel, de dichtstbijzijnde Los Santos Customs, die zit daar. Dus laten we daar even heen rijden en dan gewoon gaan kijken hoeveel deze auto waard is. Hij rijdt in ieder geval wel lekker. Oh, dit ding is ook nog kapot snel. Wauw, ik ben bang dat ik deze niet eens kan verkopen. Ik hoop het wel natuurlijk, want ik denk dat deze mij wel wat doekoes op gaat leveren. Ik krijg nu ook mensen die mijn party joinen en zo. Maar die kunnen jullie helaas niet horen. Dus ik ga heel even snel. Ik zie jullie zo weer even de party lieven. Want anders heb ik de hele tijd andere mensen in mijn oor. Dus ik skip dit even. Oké, ik ben de party geliefd. Sorry dat ik dat even moest skippen. Maar ja, het was, ik hoorde de hele tijd mensen in mijn oor praten. Ik was helemaal vergeten dat ik een party zat die open stond. Dus daar ben ik nu uit. Maar ja, uiteindelijk is het dus de bedoeling dat we die Pegassi kunnen kopen. Die Pegassi Osiris. En daarvoor moeten we dus wel gewoon die
keihard de doekoes hebben in GTA Online. En ja, die zijn niet altijd even makkelijk te verdienen. Natuurlijk krijg je met races en zo ook geld. Dus als ik met jullie races opneem, dan verdien ik daar natuurlijk ook een beetje geld aan. Maar het is gewoon spaarwerk. Want je kunt natuurlijk ook wel 1 miljoen kopen in GTA. Maar ik ben niet zo'n fan van pay to win. Ik speel ook Counter-Strike op de PC. En daar kun je ook allemaal shit kopen. Maar waarom zou je? Ik bedoel, de game is leuk. Je betaalt al geld voor de game. Waarom zou je... Hier was ik dus al bang voor. The vehicle is too high-end to do shit with. Dus deze auto kunnen we helaas niet verkopen. Maar misschien komen we hier onderweg nog wel even een leuk autootje tegen die we dan wel kunnen verkopen. En we gaan gewoon kijken wat jij ons gaat opleveren. Hallo meneer. Hallo meneer. We gaan uw auto even stelen en dan verkopen. Die zien we terug. Dank u wel voor uw auto. En de mazzel. Oké, hopelijk levert deze auto dan wel een beetje geld op. Waardoor we gewoon hem kunnen verkopen en dan gewoon onze eerste keiharde doekoes van deze serie gaan verdienen. Yes, deze kunnen we wel verkopen. Laten we hem netjes naar binnen rijden, dan scheelt het dan weer reparatiekosten. Dus hoef ik hem niet te repareren, toch? Nee, alsjeblieft niet. Geen reparatiekosten, please. Hoeveel krijg ik er nu voor? 7000. Dus ik kan mijn repair waarschijnlijk iets meer, maar daar heb ik er niet voor over. Dus $7,946. Dat is wat hij oplevert. Confirm. Confirm. Helemaal top. Oké, hij is gesteld. Onze eerste $7,000 is binnen. Ik wil even een ka-ching. Zo. Helemaal top. En dan gaan we nou naar de volgende. Helaas kunnen we maar één keer in het uur een auto verkopen. Dus het is nou eigenlijk een... beetje de bedoeling... dat wij... verder gaan en ja, gewoon nu andere mensen gaan opzoeken. Oh ja, laat trouwens ook even weten, weten jullie welke auto het meeste oplevert? Laat het dan even weten in de reacties. Dan kan ik die de volgende keer natuurlijk niet altijd. En dan gaan wij nu even verder rijden en kijken of wij nog iets anders te doen hebben. Even kijken, hoeveel mensen zitten er in deze server? Zitten genoeg mensen in deze server en heeft iemand van die mensen ook een leuke bounty op zijn hoofd? Nee, dat hebben ze niet. Nou ja, dan moeten we maar even wat anders gaan doen. En ik denk dat dan de snelste manier nu is om geld te verdienen even een winkeltje overvallen. Dus dan gaan we nou naar de eerste winkel toe. En dan gaan we die even lekker beroven. Ja, en kijken hoeveel ons dat oplevert. Meestal levert je dat tussen de 1000 en de $2000 op. Dus laten we in ieder geval proberen in deze aflevering sowieso bij de 50.000 te komen. 50k. Dat moet te doen zijn, toch? Van elke winkel. Yo, man. Bro. Where you going? I want your car. Ik wil sowieso die auto hebben. Puur omdat ik mezelf in deze minivan niet echt zie wegrijden voor de politie zo meteen. Dus, oh mijn god, dit is zo... Deze auto remt niet goed, man. Die brakes die hierop zitten zijn echt fucked up. Yo, wat ben jij mee bezig? Je rijdt me bijna aan. Maar in ieder geval, ik wil nu eerst eens deze Gauntlet stelen. Zo, oké. Eindelijk, maar toch hebben we hem tot stoppen zien te dwingen. Sorry man, ik stel vandaag trouwens wel veel auto's van mensen die op de airport werken. Oké, we hebben een Gauntlet. En we gaan winkels overvallen. Dat lijkt me in ieder geval een goed plan, dus laten we daar maar eens mee beginnen. Even kijken, oh ja, het waypoint staat al naar de winkel. Dus laten we die kamer even oprijden en gaan kijken... Holy shit. En laten we maar eens gaan kijken wat meneer van de winkel allemaal voor ons in de aanbieding heeft. Dat is een straaljager, of niet? Er is dus ook een bounty op de map. En misschien moeten we dan na het overvallen van deze winkel maar even doorrijden naar de... weet dat? Naar de legerbasis om even een straaljagertje te stelen. En met die straaljager kunnen we dan natuurlijk gewoon weer... Welcome. Leuke shit doen in de lucht, dus... Hold on, please. I'm emptying it. Ja, empty het dan. Kom op, gooi het eruit. I'm doing my best. Kom op, intimidate this guy. Kom op, ik wil... Really need... Oké, ik heb hem niet de hele intimidatiebalkje voor gekregen, helaas, dus... Hij gaf niet al het geld wat in de kassa zat. Dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Maar... hij gaf op zich genoeg. Dus laten we nu even snel een waypointje zetten naar de...
naar hem. Want ik zie volgens mij het meneer Bounty gewoon op de grond liggen. Dus laten we maar naar hem toe gaan. En kijken of we hem dan gewoon kunnen. Oké, dat is heel eng, want ik hoor mijn stem nu zeg maar dubbel. En ik weet niet of dat ook zo fucked up gaat worden in de video. Maar wacht eens, volgens mij is het nou voorbij. Ja, nee, misschien komt het gewoon omdat ik in gamechat zit op dit moment. En daardoor andere players die echo hebben ofzo. Dus ik hoop dat het gewoon allemaal te maken heeft met chat en niet met de video. Want als het weer gebeurt, dan maak ik even snel een party en dan is dat het probleem waarschijnlijk gewoon weg. En laten we nu eerst maar eens gaan doorrijden en gaan kijken waar meneer met de bounty op zijn hoofd is. Even snel de map erbij pakken, uitzoomen. Oké, hij is dood, helaas. Hij is dood. Waarom? Oh nee, wacht. Hij is niet dood. Of wel? Even snel checken hoor. Even snel hierheen rijden. Ik zag hem volgens mij net gewoon weer op de map. Dus dan kan het dus ook best wel zo zijn. Of spawn je, als je spawnt heb je nog heel even weer op doodshoofd. Ja. Maar hopelijk krijgt iemand zo weer een bounty op zijn hoofd. En hopelijk ben ik het niet zelf, want dan komt het achter mij aan. Maar tot die tijd gaan wij gewoon eerst even winkels overvallen en zo. En goed is het hier ook een winkel. Ja, laten we hier even wachten tot we de politie kwijt zijn. De politie kwijtraakt op deze manier, denk ik. Ik denk dat het veiliger is om heel even het steegje in te gaan hierachter. Zo, oké, we zijn de politie kwijt, helemaal top. Simeon, bro. Oké, dit is geen goed ding. Ik heb mezelf een beetje vastgereden. Wauw. Even kijken hoor. Hoe ga ik hier uitkomen? Kan ik gewoon zo doen? Ja, oké. De voorkant van mijn auto ziet er niet echt mooi meer uit. Maar boeien. We gaan gewoon door. En dan gaan we even weer de volgende winkel overvallen. En daarna moeten we denk ik ook echt achter een andere auto aan gaan. Want deze auto is niet echt meer durable. Om maar zo te zeggen. En even kijken hoor. Hopelijk gaat hij niet fucken met ons. Ja, hij rijdt gewoon rustig weg. Helemaal chill. No bro. I want your money. Oh shit. Oké, dan moeten we maar zelf pakken. We hebben nou 3 sterren. Maar op deze manier kunnen we natuurlijk wel het meeste geld krijgen. Kijk, hoeveel? 253. Wauw. Kunnen we ook weer de achteringang eruit? Hopelijk wel. Nee, dit gaat kut worden. Wat een killtje, bro. Oké, en we hebben volgens mij ook hulp gekregen. Ik weet niet wie bij ons in de server zit, maar als we even achter de counter gaan, kunnen we niet gewoon zijn. Oh shit. Nee, waarom schiet je op mij? Nee! Waarom gebeurt dit? Waarom? Oké, we zijn dood gegaan. Even snel kijken hoeveel geld we nog over hebben. Oh, we hebben nog 10.000 over. We zijn met 0 begonnen, we hebben nog 10.000 over. Dus op zich, volgens mij zijn we niet eens zoveel verloren. Misschien 200 of zo. Dus laten we gewoon die winkel inlopen nu. En gewoon gaan kijken of ons geld er nog ligt. Onze heilige monies. Want we willen natuurlijk onze monies terug. En waarom heeft die chopper nog steeds zijn serie of cards? Even de politie helpen. Zo, even ze dit gedaan. Zo. Oké, nou word ik boos. Die gast gaat eraan! Die gast gaat eraan. Ik zweer het jullie. Die gast gaat eraan. Die gast gaat helemaal kapot. Oh mijn god. Hier word ik echt zo pissig van. Oh mijn god. Dat ik met een video bezig ben en dat mensen mij kennen. Ja man. Ik ben zelf aan het spelen. Ik ben een nieuwe serie aan het opnemen. Oké, er zit een subscriber in de game. En dat is nieuw, omdat ik nu niet in de party chat zit voor het eerst. En ik word weer omhoog geknald. Ik word helemaal gek. Oh. Ja, kom maar ophalen, man. Ik ben bij de pawn shop. Ja, alleen ik ga die guy gewoon nu killen. Want ik word nu echt helemaal gek van deze man.
Hij is dood. Nou, overschakelen naar mijn normale wapen en dan maar die kant weer oprijden, rennen. Ik was even afgeleid, jongens, want in één keer zat er iemand die ook op mij gesubscribed zit in de game. Wat natuurlijk super tof is, alleen ik was even vergeten dat ik in de game chat zat in plaats van in de normale chat. En laten we er nou ook maar direct vandoor gaan. Deze man is zo hinderlijk, hè. Deze man blijft bij mij killen, joh. Ik bedoel, hoe vaak... Hoeveel geld heb ik nog... Oké, daar gaat geen geld vanaf. Dat is in ieder geval wel een goed ding. Want, zeg maar... Ik ben nu, zeg maar, een serie aan het doen. Oh shit, ik accepteer ook nog een fucking game invite. Ik zie jullie zo weer, mensen. Ik zie jullie zo weer. Even weer terug naar de multiplayer lobby. Degene die trouwens net bij mij in de game zat, en shout-out naar jou, jongen. Sorry dat ik liefde. Ik kon er eigenlijk niet zoveel aan doen. Ik ben nu in een heist lobby, dus even snel. Zo. Even snel een shout-out naar jou, weet je. Tof dat je het doet. Stuur me in het volg even een message, dan kun je... Ik heb zeg maar ook een nieuwe ding op mijn kanaal met races, met subs en zo. Dus dan kun je gewoon een keertje leuk meedoen. Ik sta nu even weer de game op, ik zie jullie zo. Oké, jongens, het is nu 5 minuten later. We zitten eindelijk weer in een multiplayer sessie. En er ging net even wat fout. Ik had geïnviteerd voor een heist of zo, wat ik per ongeluk accepteerde, wat niet eens de bedoeling was. Maar we zitten weer in een multiplayer sessie, dus de video kan eindelijk verder gaan. En we gaan nu eerst eens even naar onze garage. En nee, wacht. Ik ga als eerste wat ik ga doen, is even een party aanmaken. Want dat was ik net dus ook al vergeten. En dan krijg je dus dit. Oké, we hebben een party aangemaakt. Helemaal top. Nou krijgen we in ieder geval geen scheetgeluiden meer in onze oren. Ik weet niet of jullie het ook konden horen, maar... Dat krijg je dus ook als je een video aan het opnemen bent. En je bent zo dom om niet even een party te maken. Maar in ieder geval, we zijn dus weer in de multiplayer. En we gaan dus verder. Ik hoop dat we nog steeds die mooie 10.000 hebben die we al hadden. En dat betekent dus dat we nog 990.000 te gaan hebben. Dus er moet sowieso nog wat gebeuren. Maar ja, het is de eerste aflevering. Dus het was allemaal even een beetje kijken hoe we het beste alles kunnen doen. En geef me natuurlijk ook tips in de reacties. Wat ik nou het beste kan doen om zo snel mogelijk geld te verdienen hier in de multiplayer. En het eerste wat wij gaan doen is even naar de dichtstbijzijnde winkel toe gaan. Om daar even de kassalade leeg te gaan halen. En volgens mij is het dichtstbijzijnde toch wel iets dichterbij dan daar. Even kijken, waar staan we nu? We staan nu hier. Even kijken. Nou, de dichtstbijzijnde winkel is toch hier. Dus laten we die kant op gaan rijden en hem niet gaan killen. Want blijkbaar als je hem killt krijg je minder geld. En hopelijk worden we ook niet weer opgejaagd door andere mensen zoals net. Wat dus best wel irritant was. Maar het kan nou eenmaal gebeuren. Dus even kijken, hoeveel geld hebben we nu? We hebben nog 7000 van de 10.000 over. En misschien moet ik mijn invite shit ook maar uit gaan zetten en zo. Want dat is best wel hinderlijk. Omdat ik sta nu op online en de laatste tijd neem ik eigenlijk alleen maar op PC op. En nou de laatste twee video's neem ik even weer op de Xbox op. En dan ga je toch merken dat de laatste keer dat ik op de Xbox eigenlijk aan het opnemen was, had ik nog 4000 subs. Ik heb er nou 6000. En je gaat toch merken dat meer mensen je gaan inviten en zo. En ik vind het allemaal super tof. Jullie mogen ook altijd meedoen. En dat vind ik ook super leuk om te doen. En ook met livestreams en zo kun je altijd injoinen. Heb je een Xbox, kom lekker meespelen. Maar het is wel irritant dat tijdens je video's je hele tijd van die pop-ups krijgt en zo. Maar op zich niet erg, jullie kunnen natuurlijk ook niet altijd weten dat ik aan het opnemen ben. Dus weet je, als het gebeurt, blame it on me en not on you guys. Maar in ieder geval, we zijn nu bijna aangekomen bij de winkel. En ik begin ook een beetje poep te praten, zoals je kan horen. Maar het is dus de bedoeling dat we weer terugkomen op die mooie 10.000 en hopelijk... Geeft deze winkel ons genoeg geld, zodat we dat ook daadwerkelijk kunnen doen. Laten we de auto alvast even parkeren, zodat we direct in kunnen stappen. En weg kunnen rijden, zo. Zo staat hij wel goed. En dan pakken we er even een handgun bij. Ik denk dat... wacht, we pakken gewoon lekker een Uzi. Ja, empty de cash. Empty it, bro. Zo, even een beetje boven hem schieten. Krijgen we die intimidation bak vol, kom op! Nee, weer niet. Helaas. Oh, het geld ligt daar. Geef meer geld. Oké. Ah, wel 1300 lekkere eurotjes om weer mee te nemen. En we zitten alweer bijna op de 10.000, dus we zitten bijna weer terug op het bedrag waar we net de server mee uitgingen. En nou is het gewoon even de bedoeling dat we door gaan rijden. En
Er zit ook iemand in onze party nu, omdat de party nu op invite only staat. Het leven is lastig, dames en heren. Het leven is lastig, maar het is niet erg. Ik hoop dat degene die in de party zit door heeft dat ik aan het opnemen ben. En dat ik zo weer nog ga praten als ik klaar ben met opnemen. Maar in ieder geval, we hebben nu $10,000. En de bedoeling is dus dat we uiteindelijk 1 miljoen hebben. En als het zo langzaam gaat, dan worden dat 200-300 afleveringen. Maar we hopen dat het in de volgende aflevering natuurlijk een stukje beter gaat. En het regent nu ook, dus het rijden wordt een beetje moeilijker. Maar laten we eerst eens proberen de... Holy shit! Laten we eerst eens proberen om de politie kwijt te gaan raken. Nog een paar winkels gaan erover. Misschien nog even een autootje verkopen. En dan denk ik ook wel dat we vandaag eigenlijk wel genoeg geld hebben verdiend. Dan gaan we natuurlijk even de eindbalans opmaken aan het einde van de video. En die staat nu op 9700 nog wat euro's. Volgens mij 9261. Iets minder zelfs. En als we dat dan hebben gedaan, dan nemen we dat natuurlijk gewoon weer mee naar de volgende aflevering. En we hopen natuurlijk dat het uiteindelijk gewoon 1 miljoen is. Dat we daar een eentje met 6 nulletjes achter kunnen gaan zetten. En dan kunnen we eindelijk de Osiris kopen. Of de Pegassi Osiris. Of hoe je het ook maar mag uitspreken. En dan ben ik heel blij, want dan kan ik die gebruiken in mijn races. Tegen jullie. Waardoor ik weer een beetje voordeel heb, want het is de snelste bak van het spel. Dus wil je me helpen in deze serie, kan dat natuurlijk altijd. Join me gewoon in. Ik bedoel, zie je dat ik aan het spelen ben? Stuur me, of zie je dat ik online kom? Stuur me even een message. Volg me dus ook op Twitter, Instagram en Facebook. Want als ik dus iets ga doen waar jullie mee kunnen doen, dan ga ik daar even volgen op een tweetje over uitsturen. En op die manier kunnen jullie dan gewoon even mijn message sturen op Xbox of op... weet ik veel, Twitter van yo, invite me. En dan invite ik je een keer gewoon leuk meespelen. Bij deze video's komt je stem niet in de video. Puur omdat ik dan niet mijn headset kan gebruiken. Maar, kijk, waar ben ik mee bezig? Waarom wil ik shit kopen? Ik wil geld. Goed zo. Kom op, geef me je geld, bitch. Kom op. Give me all you got. Give me your money now. Give me your money. Oké, bijna vol. Hoeveel krijgen we nu? Oh, we krijgen nou 1600. Dat betekent dat we eindelijk weer boven de 10k zitten. Boven de 10k. Dus dat is gewoon hoe we eigenlijk net ook waren. 10 minuten geleden. Dus eigenlijk zijn we gewoon een beetje geld verloren. Maar dat maakt niet heel veel uit. We gaan nu even de politie kwijtraken. En als het goed is kunnen we ook... Even kijken, hoe lang zijn we nu bezig? We gaan alweer in totaal 28 minuten bezig. De video zal wel iets korter zijn. Omdat er natuurlijk ook een beetje geknipt en geplakt wordt. Maar als het goed is kunnen we dan zometeen volgens mij ook weer een autootje verkopen. En dat levert natuurlijk wel weer veel geld op. En alsjeblieft jongens, ik weet totaal niet de prijzen, want ik verkoop eigenlijk nooit auto's, van wat is nou het duurste wat je kan verkopen en welke auto moet je daarvoor hebben. Dus weet je dat nou? Laat het dan even weten in de reacties. Ik zou echt heel dankbaar zijn als je dat doet. Want op die manier worden de afleveringen natuurlijk ook wat meer money, wat leuker en al die shit. En ik bedoel, ik vind het wel leuk om de free mode een beetje te coveren en gewoon een beetje te ouwen met andere spelers. En natuurlijk ook achter bounties aan te gaan en zo. Daarom heb ik ook de serie Bounty Hunters. Alleen heb ik daar de laatste tijd een beetje geslekt en niet te uploaden. Maar dat komt nou natuurlijk weer omdat, nou ja, Ice Mercy en zo, die zijn er niet echt heel veel meer. Stefan, die heeft het super druk. Entity, die had net een nieuwe PC. Dus dat deed er ook allemaal een beetje lang. Die had zijn software nog niet. Dus daarom heb ik de laatste 4 dagen eigenlijk niet echt heel veel met andere mensen gedaan. Alleen dan die video met Entity, die race. Maar dat kwam omdat ik... daarvoor eigenlijk alleen maar mijn footage nodig had en niet zijn footage, dus hoefde hij niet op te nemen. Maar als het goed is, is dat van Entity nu allemaal weer gefixt, dus hij kan nu gewoon weer opnemen en die video van mij en hem, die is dus ook iets gedelayed, die komt iets later, maar wil je die nou zien, check zijn kanaal even. Het vorige filmpje was volgens mij best wel vet geworden, toen hebben we een rally race gedaan, die staat ook nog op mijn kanaal, dus check dat gewoon even en dan de volgende video met mij en hem komt dan op zijn kanaal. En dan kun je die ook checken als je daar zin in hebt. Maar laten we nu even back to focus gaan. We willen natuurlijk nog steeds 1 miljoen verdienen. En met een beetje dom gelul en rondrijden krijgen we dat geld niet. We moeten echt er wat voor gaan doen. En misschien is het ook wel leuk om gewoon in deze serie gewoon steeds per serie 1 kleine missie te doen. En dan de rest in free mode. Vind je dat nou leuk? Laat het dan even weten. Dan gaan we dat gewoon doen. En wil je dat niet, dan doen we dat niet. Maar laat het gewoon even weten in de reacties. En dus even kijken hoor. We zijn de politie nou eens goed is kwijt. Yes. Dan gaan we nog even een winkel beroven. En nou, die hebben we al beroofd. Ik weet niet of daar nog veel geld in zit. Ik denk dat... Even kijken, waar staan wij? Waar staan wij eigenlijk? Oh, we staan daar. Ah, dan is die wel het dichtst erbij. Dan gaan we wel gewoon die doen. Ik hoop dat er nog een beetje geld in de kassa zit voor ons.
Want daar worden we natuurlijk allemaal super blij van. En als we dan die monies hebben, dan kunnen we ook gewoon... Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Holy shit, holy shit. Wat doe ik, wat doe ik, wat doe ik? Zo. Oké, het rijden is een beetje moeilijk als je ook je... Hoe heet dat? Je geluid wil aanpassen van je game. Van degene die nu in de party zit, die begon ik keihard in mijn oor te blazen. Ik zet het volgende ook gewoon lekker mijn party op private. Maar in ieder geval... Laten we in ieder geval nou even naar deze mooie winkel hier gaan. En op de een of andere manier zitten we nou weer in de game chat. En serieus, bijna alles in deze video gaat fout. Maar zoveel maakt het eigenlijk ook niet uit. We accepteren alweer een fucking gamified. Echt waar, het kan serieus niet erger misgaan in deze video dan vandaag. Maar ja, weet je wat, misschien vinden jullie dat ook wel superleuk en... Maakt er eigenlijk allemaal geen ene fuck uit. Pacific Standard Signal. Ik zeg de ballen. En dan staat de eind. Staat gewoon, laten we het houden op 10.000. Daar zijn vandaag eindelijk 10.000 verse dollars. En ja, dan willen we daar veel meer van maken in de volgende aflevering. Maar om deze aflevering door te laten gaan en deze serie eigenlijk door te laten gaan, wil ik natuurlijk wel de goedkeuring van jullie. Als jullie dit niet leuk vinden om dit te zien, dan ga ik niet ermee verder. Dus laat het vooral even weten in de reacties. Vergeet me natuurlijk niet even te volgen op Facebook, Instagram, Twitter. Linkjes staan ook in de beschrijving van deze video. Ik zal het heel erg waarderen, want ja, zo blijven jullie ook makkelijker op de hoogte natuurlijk. Kunnen jullie meedoen met video's en al die shit. En dat is natuurlijk ook weer leuk voor jullie. En ja, that's it eigenlijk. Vergeet hem niet te liken. Als je nog niet geabonneerd bent, vergeet dan niet even te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ik zeg later.